Ik sta hier in het grootste vluchtelingenkamp van Ethiopië, in het oosten van Ethiopië. Er heerst hier op dit moment een grote droogte, zowel in het oosten van Oromo als in Somali Region, wat hier aan grenst. En het is nu heel heet, enorme droogte. Er spraken net twee vrouwen met veel kinderen. De ene was de man al overleden, de andere man was blind. Ze kunnen amper aan voedsel komen. Ook de VN krijgt het niet voor elkaar om nog voldoende voedsel hier naar dit kamp te krijgen. Hier zitten dus 100.000 mensen vast vanwege de droogte, maar ook vooral vanwege de conflicten hier in Ethiopië tussen de Oromo en tussen de Somali. Ze lijden onder droogte, ze lijden ook onder de oorlog van de Oekraïne, omdat de prijzen hier van voedsel enorm omhoog zijn gegaan. De prijzen van brandstof zijn omhoog gegaan. Dus dit is echt wel een heel serieus crisisgebied vanwege ook die droogte die hier in Oost-Afrika, Oost-Ethiopië heerst.